proberen we met z'n allen te bereiken? En dat is dat we geen CO2 uitstoten. Dus we willen de koolstof in de keten houden. Dat is ook de grote uitdaging natuurlijk achter het klimaatakkoord. Ten opzichte van CCS, het afvangen en opslaan, is natuurlijk het hergebruiken uiteindelijk duurzamer. Uiteindelijk is het natuurlijk leuker, beter, verstandiger om die CO2 te hergebruiken. Als dat allemaal voor het oprapen lag en zou kunnen, zouden we het echt niet gaan opslaan in de zeebodem. Maar het allerbelangrijkste is CO2 reduceren. De omslag inderdaad van lineair naar circulair, die maakt wel dat dat CO2 hergebruik, eigenlijk alle vormen van koolstofhergebruik, veel relevanter zijn geworden in onze innovaties. Waar bijvoorbeeld CCS vaak het terrein is van de gevestigde grote bedrijven, zien we bij CCU-projecten vaak ook hele innovatieve MKB-bedrijven opstaan die met veel risico mooie innovaties naar de markt proberen te brengen. Sinqueo is een nieuw bedrijf dat is opgericht door KLM, Schiphol, het havenbedrijf Amsterdam en Sky Energy. En wij hebben het plan om een synthetische kerosinefaciliteit te gaan bouwen in de haven van Amsterdam. Synthetische kerosine wordt eigenlijk gemaakt door twee grondstoffen. De ene is groene waterstof, dus waterstof die echt wordt opgewekt op basis van elektrolyse, waarbij duurzame energie de bron is. En een tweede is de CO2. Dus CO2 die we afvangen, bijvoorbeeld hier van het afvalenergiebedrijf. Bij Avantium gebruiken wij CO2 als grondstof. En wij zijn nu bezig met een groot Europees project, dat heet Ocean. En in dat project zetten wij CO2 om met behulp van elektriciteit in producten. Deze container die verplaatst straks naar RWE in Duitsland, waar die eigenlijk CO2 vanuit de energiecentrale om gaat zetten in mierenzuur. En die mierenzuur is dan een chemische bouwsteen voor andere producten, zoals bioafbreekbare plastics. Maar mierenzuur kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld wc-reiniger. Dus zo maken we producten die nu bijvoorbeeld uit olie gemaakt worden vanuit CO2. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat in de container een kleine elektrochemische fabriek zit, maar op kleinere schaal. At Deep Branch, what we do is we make protein for the animal feed industry by recycling CO2. All we need is carbon dioxide, hydrogen, a source of nitrogen and a few mineral salts. We use carbon dioxide as a carbon source for a fermentation process. So it's a bit like making wine, but instead of using the sugar from grapes, we use carbon dioxide from various sources, like heavy industry, and then we use that through a microbe to make a protein. Hydrogen is used as our energy source in our system. The way that we usually produce bulk protein is quite inefficient. You know, soy protein, 90% of that goes into feeding animals and it's only used for its nutritional content. Leaves and shoots and roots, all you're really using is the beans. Heavily processing those to get a concentrate, then you're shipping it halfway around the world to feed to animals. We make the protein in a simple way, locally, and provide something that has the same or better nutritional content, but a much smaller carbon footprint. We are cost competitive, and the reason for that is we have a very high quality ingredient. Plant-based protein source, often you're lacking a lot of key essential amino acids, which cost a lot of money to supplement, but our protein source naturally contains those, which means that the value of it is a lot higher. De eerste voorbeelden zijn er. Er zullen ook meer van dat soort eerste voorbeelden komen. Waarschijnlijk vooral in toepassingen waar de toegevoegde waarde heel hoog is. Dus waar er gewoon ruimte zit om de grondstof wat duurder te laten zijn. Voordat het echt in de bulk, bijvoorbeeld in brandstoffen, in bulk plastics, belandt. Zullen we misschien wel 15, 20 jaar verder zijn. CO2 is dus echt cruciaal voor de glastuinbouw, voor de energietransitie, om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. CO2 komt nu uit aardgas, stoken van aardgas is nodig voor het verwarmen van kassen. En als product komt ook CO2 vrij en dat is nu de belangrijkste bron van CO2 in de glastuinbouw. Als we dat willen vervangen, moet er dus een alternatief voor komen om alle producten die uit een WKK komen, dus elektriciteit, warmte en CO2, te kunnen vervangen. En CO2 is echt een randvoorwaarde om ook technieken als aardwarmte, biomassa, restwarmte, aquathermie, noem het maar op. Het is echt een randvoorwaarde om die technieken ook toepasbaar te krijgen, want zonder CO2 kan een tuin er niet verduurzamen. Er wordt nu ook al CO2 uit andere bronnen gebruikt, uit de industrie. Het OCAP-netwerk, waarvan CO2 uit Shell in Rotterdam en Alco, dat is een bioethanolfabriek, gebruikt wordt in de glastuinbouw. Dat is al een heel groot project dat ongeveer 0,5 megaton CO2 aan de glastuinbouw geleverd wordt. En er zijn ook een drietal bedrijven, afvalenergiebedrijven, die CO2 afvangen en leveren aan de glastuinbouw. Een heel groot en mooi voorbeeldproject is bij AVR in Duiven,
waar nu ongeveer 60 kiloton CO2 afgevangen wordt voor levering aan de glastuinbouw. CO2 hebben we inderdaad nodig als grondstof. En op zich zou je denken aan CO2 is geen gebrek. Hè? Er is veel te veel van, vooral in de atmosfeer. En er zijn veel CO2-uitstoters. Dus, maar wij richten ons eigenlijk op de zogenaamde biogene CO2. Dus dat is de CO2 die van tuinafval, hè, van kortcyclische CO2 komt. Om die weer te gaan hergebruiken. Maar wat wij wel nodig hebben voor zo'n fabriek met dit soort volumes is echt een pijpleiding. Dus er moet een infrastructuur komen waar die CO2 doorheen gaat. En die wij dan kunnen gebruiken als grondstof. For us, we want to be able to have access to infrastructure for both of those gases. And we also want to be able to have, you know, cost competitive, as cheap as possible hydrogen. Als er de behoefte is om die CO2 naar het ene of het andere punt te brengen, voor de ene of de andere toepassing, gaan wij gewoon kijken of we dat in dat systeem kunnen inpassen. Daar waar het maar enigszins kan, ja, moet je ook kijken, kun je met bestaande leidingen wat doen. Liggen die altijd handig van A naar B? Ja, vaak natuurlijk weer net niet, hè? Dat zul je altijd zien. So here in the Netherlands we have our scale-up hub, which is in Geleen in Limburg, and this will be producing around 10 tons of protein per year, most of which we're using to develop animal feeds, so for salmon and for chicken mainly. In addition to that, we also have a project that we're launching here in South Holland, and this is all centered around use of CO2 that's produced in the port of Rotterdam. To produce protein in our mobile pilot unit. So in Geleen we'll be operational in July 2021, and the plan is to use the protein that we're producing there with our partners, Biomar, who make salmon feed, and AB Agri, who make poultry feed, chicken feed, and so we'll be developing new recipes based on Proton over the end of 2021 and into 2022. Vanaf 2027 willen we gaan produceren en dan zullen we jaarlijks ongeveer 50.000 ton synthetische kerosine maken. En ter vergelijking, dat is ongeveer 1,5% van datgene wat Schiphol er voor corona doorheen joeg per jaar. Op termijn zal synthetische kerosine een stuk goedkoper worden. Hè? Want als je nu kijkt is veel meer dan de helft, ik denk misschien wel 3/4 van de kosten van die synthetische kerosine die komen door de waterstof. En waterstof, dat is natuurlijk iets wat nu nog helemaal aan het begin staat. Eigenlijk waar zonnepanelen 20 jaar geleden stonden. Dus de kosten van waterstof die zullen nog flink gaan dalen. En daarmee zal ook die prijs van synthetische kerosine goedkoper worden. Maar ik denk niet dat synthetische kerosine ooit echt goedkoper gaat worden dan de huidige fossiele kerosine. In my opinion, you know, if you think about the energy transition, if you think about decarbonisation, subsidisation of hydrogen is a really important factor for policy. But what's most interesting for us is thinking long term and thinking what CO2 sources are going to be sustainable and what CO2 sources are going to be available. Als het minder aantrekkelijk wordt om fossiel te kopen, of als het duurder bijvoorbeeld wordt om fossiele grondstoffen te kopen, dan zijn vanzelf de alternatieven aantrekkelijker. En ik denk ook dat wanneer er veel groene elektriciteit aanwezig is, dan wordt ook vanzelf een technologie als de onze steeds goedkoper om te gaan gebruiken. Ik denk dat als de CO2-prijs laag is, of als het geld kost bijvoorbeeld om CO2 uit te stoten, dan zou dat al een hoop helpen, omdat je dan dus eigenlijk een grondstof hebt die misschien bijna negatief is in waarde. Op dit moment kan het bijna nooit uit nog. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de prijs die we zetten op koolstof, de prijs op uitstoot, die nog relatief laag is. Op het moment dat je fossiele kerosine verbrandt, dan betaal je nu eigenlijk helemaal geen prijs. Terwijl op het moment dat er gewoon een faire CO2-prijs zou komen, dan zou de prijs van gewoon vliegen al een stuk duurder worden en zou ons duurzame alternatief een stuk goedkoper of relatief goedkoper worden. Well, for carbon capture technologies, be that CCU or CCS, obviously carbon pricing is always an important part of the discussion. The way that we see it is that policy doesn't fully capture CCU, particularly in our context, whereby that carbon dioxide eventually will go into the atmosphere again. Because our technology isn't necessarily about the amount of CO2 that we use, but the amount of CO2 that we displace. Normal forms of protein production are extremely carbon intensive, and we can have a 90% saving in that. However, current policy doesn't enable us to monetize that saving very easily. Ik denk dat de belangrijkste stap is dat we de externe kosten in de productprijs gaan brengen. Dus de kosten van de uitstoot in de productprijs brengen.
En in feite is dat niks anders dan gewoon netjes betalen voor wat je veroorzaakt. Wat we eigenlijk altijd al hadden moeten doen, maar niet gewend zijn. En dat is natuurlijk ook wat het ETS, het emissiehandelssysteem in Europa, doet. Inmiddels best effectief. Je ziet de prijzen oplopen, de ETS-prijs. En het begint ook echt druk uit te oefenen op partijen die een grote uitstoot hebben. Ultiem zal de markt zelf voor dat soort opties kiezen. Maar tussen daar en nu ligt wel een heel groot gat. En je kunt niet ervan uitgaan dat de opties zichzelf al ontwikkelen omdat ze ooit nodig zijn. En er moet wel een duidelijk pad naartoe liggen. Anders kunnen partijen die daar nu mee bezig zijn niet opschalen en niet aan kostenverlaging werken. De belangrijkste waar we nu naar kijken is afval- en energiebedrijven. Die hebben totaal 8 megaton CO2 uitstoot. Dus bij onze behoefte van 2 megaton, dat is inderdaad voldoende. Een hele belangrijke is dat 2/3 van die CO2 is ook nog een keer is te herleiden naar biomassa. Dus hernieuwbaar, om het zo maar te zeggen. Alleen die CO2 zit in die rookgassen. Die moet er uitgehaald worden en gezuiverd worden. En zoals het nu is dat toch niet concurrerend, maar economisch rendabel om dat af te vangen ten opzichte van de huidige manier van doseren van CO2 gebruik uit aardgas. Als uit alle vormen van voor duurzame energie is daar eigenlijk een stukje ondersteuning nodig naar de overheid om dat toch vliegveld draaiend te krijgen om te kunnen verduurzamen. Dat er ook ondersteuning en stimulering voor moet komen vanuit met name de SDE++ subsidie. Maar ook aan de andere kant dat de prikkels niet verkeerd staan dat bedrijven, zoals afval- en energiebedrijven, die CO2 op gaan slaan in de ondergrond of in de Noordzee, zoals nu wat projecten in ontwikkeling zijn. Wat je klassiek ziet is dat grote bedrijven vastzitten aan een bestaande business en aan bestaande assets. En hun horizon is natuurlijk wel dat CO2 echt beprijsd gaat worden, zwaar gaat meetellen, ook in hun business cases. Maar toch is de sprong naar compleet nieuwe technologieën en naar compleet nieuwe businessmodellen wel een lastige. Wanneer je echt naar pilotschaal wilt gaan, dan is er nog steeds gewoon echt een hele grote investering van onze kant nodig. En dat maakt het nog steeds wel heel lastig om die technologie eigenlijk van TRL 6 waar we nu zijn, net dat stapje verder te trekken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er interesse is vanuit de markt om zoiets te gaan doen. Je wilt sowieso partijen hebben die geïnteresseerd zijn zeg maar, in het product dat je hebt en daardoor ook bereid zijn om met jou in zee te gaan en bijvoorbeeld ook afname en applicaties te testen van wat jij hebt ontwikkeld. Bedrijven die kunnen loslaten dat de business case vandaag de dag duurder is dan de fossiele concurrent. Maar op de lange termijn, naarmate onze samenleving steeds verder zal veranderen, die business case steeds positiever zal worden. Vaak zie je dat innovatieve MKB-bedrijven daar makkelijker hun weg in vinden, maar niet genoeg kapitaal kunnen vinden. En juist in de combinatie van de twee ligt natuurlijk de sleutel. Een van de rollen die wij hebben is ook het ecosysteem creëren waarbinnen dat samen kan komen. Waarin ze gezamenlijk kunnen innoveren. De spannende is wel, hoe ver ligt die horizon dat het allemaal wel uit kan? En die ligt op dit moment natuurlijk toch wel voorbij 10 jaar, voorbij 2030. We have a lot of market pull from the product naturally, right? So we produce protein. And because the world population is growing, there's a bigger demand for protein to meet dietary requirements. But not just are there going to be more people per capita, we're going to eat more meat. So the animal feed industry in particular really requires new sources of protein to meet that growing market demand. Op het moment dat wij echt zometeen op termijn de CO2 uit de lucht gaan halen, die omzetten in kerosine en die uiteindelijk verbranden, dan is het cirkeltje rond. Die technieken zijn er al, zijn nu nog wel een stuk duurder. Maar ook daar zullen we zien dat door regelgeving en door gewoon de overheid die zegt, joh, we gaan dit soort dingen doen, dat die technieken goedkoper worden. En dat op termijn, we zullen ook wel moeten. Eigenlijk zeg ik dat de overheid aan zet is. Ja, en eigenlijk zeg ik daarmee ook dat de overheid de afgelopen 40 jaar niet voldoende aan zet is geweest.